Ellen Verkoelen. Want in die exit poll komt zij op 2 zetels uit. Een nieuwkomer in Rotterdam. Ik zou zeggen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Meet beter dan wij dachten. 100% beter. Kijk, met 1 zetel was ik al blij geweest. Erg nerveus geweest. Hè. Ik heb altijd gezegd, ik reken op 1. Ik verwacht er 2 en ik hoop er 3. Maar ja, het moet wel waar zijn. Hè. Het moet wel waargemaakt worden. En ja, nou heeft de Rotterdammer heel duidelijk gezegd. Mevrouw Verkoelen, wij hebben 50PLUS in Rotterdam nodig. Wat ook overigens denk ik zeer terecht is met een derde van de bevolking ouder dan 50. En ja, daar ben ik erg dankbaar voor dat dat gebeurd is. U zegt dat dat gebeurd is. Het is nog een exit poll natuurlijk, dus we moeten nog even afwachten. Maar het beeld is goed. Nou, het beeld is gewoon goed. Kijk, tuurlijk, we moeten wel echt even afwachten wat het echt gaat worden. Maar serieus kun je wel stellen dat we binnen zijn. En of het er dan 1 of 2 worden. Waar heeft u nou die zetels vandaan gehaald? Is dat Leefbaar? Is dat CDA? Waar heeft u ze vandaan? Nou, ik denk een beetje breed door meerdere partijen heen. Ik denk door de SP, CDA, Leefbaar. Ik bedoel, in alle partijen zitten ouderen die zeggen tegen hun partijen van joh, je moet ook op aan ons denken. En de afgelopen jaren, dat is echt waar, vanaf de crisis, wat begrijpelijk is, is er enorm geïnvesteerd op jongeren en niet op de ouderen. En al die mensen uit die partijen zeggen nu van, kan er ook iemand even naar ons kijken? Nu moeten we die puzzel natuurlijk nog leggen, hè, van al die partijen die straks mogelijk aan tafel kunnen gaan zitten voor coalitieonderhandelingen. Daar staat u vast ook voor open. Waar ziet u mogelijkheden? Nou ja, wij hebben van het begin af aan gezegd, laten de partijen die het groot zijn het nu maar eens samen gaan bekijken. Als wij 2 zetels hebben, dan denk ik dat wij dat met een aantal partijen hebben. Dus dan wordt het best wel tijd dat er naar ons gekeken wordt. Dan wachten we het gewoon eventjes af wat men wil gaan doen. Maar het wordt niet makkelijk. Ik zie aan links dat men het niet haalt en ik zie aan rechts dat men het niet haalt. Dus het wordt een spannende tijd. En dan zijn wij als 50PLUS, wat ik steeds gezegd heb, economisch rechts, sociaal links. Dus wij staan echt in het midden. En nou ja, ik wacht gewoon de afspraak even af.